Hallo kijkers van Shinesprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Fortune Street. We gaan een nieuw board doen en ik ben natuurlijk weer vergezeld door Jordi en Harm van de Support Guys. Hallo. Hallo. Let's go. Oh, lek. Oh, 1 FPS. Lekker. Ja. Hoppa. Welkom in het nieuw groot board. Ik verander gelijk weer even de spelregels. Of de options. Dus a blur, no chat, and that's it. Confirm. Ik zal wel even snel over het bord heen gaan, wat hier... Minus is je bord. Oh, dank u. Dit bord heeft speciale knoppen. Wat die knoppen doen. Landing on the square throws a switch and changes the layout of the board. Oh, what the fuck. Dus, ja. Verder is het eenzelfde soort groot bord. Alleen is de kapitaal om te winnen is nu 15k in plaats van 10k. Dat is het verschil. De borden worden steeds groter. Ja, oké. Okay. Ja. En één nog speciaal ding waar Harm net overheen had, is een warp. Ja. Okay. Je kan links onderin zien, zie je twee van die blauwe cirkels. Mm-hmm. Nou, de ene warp naar de andere toe en de andere warp naar die ene toe. Ja, duidelijk. En wat dus nu ook anders is, is de muziek. Omdat je nu een Dragon Quest board hebt, heb je Dragon Quest muziek in plaats van Mario muziek. Oké. Okay. Ja. Ik vind dit persoonlijk minder, maar ik had liever alle Mario muziek gehad. Maar er zijn echt borden die echt bangers zijn. Ja. Het rare is een Fortune Street app. Ik heb een beetje onderzoek gedaan. In 2017 is er zelfs nog een game uitgekomen. Maar die Japan only. Ja, maar het is heel deze stijl van boardspellen is gewoon heel erg populair in Japan zelf. Maar om een of andere reden durven ze niet de stap te maken om alles te internationaliseren. Er is ook eentje met Final Fantasy characters. Oh, ja? Oh, fuck. Ja. Oh fuck, nou ja, laten we maar doen. Ik heb een beetje moeite met de controls, moet ik zeggen. Ik moet er even wennen. Ja, hoe lang heb je dat niet gedaan? Met de laatste keer. Ja, dat is 2 weken geleden of zo. Mm-hmm. Zoiets. Ja, kan wel kloppen, ja. Ik heb trouwens een test run gezien van het eerste bord dat wij de vorige keer deden. Wij hebben er nu over gedaan, hè? Ruim. Nou, langer. Ruim, ja. De test speedrun staat op 5 minuten. Nice. Oh, ik kan het in 1 minuut doen, dat is geen probleem. You can sell back to... En dan heb je weer... Oh, je hebt wel een shop. Ik heb nu 1 shop. Zo, ga je nu wel normaal doen weer? Ja, nee, vorige keer was het gewoon uitleg van, oké, wat moet je sowieso niet doen? Ja, nee, en... daarom. Daarom vraag ik ook of je nu normaal doet. Ja, dit ga ik wel normaal doen. Wat ik echt trouwens knap vond vorige keer, is dat je gewoon niet bankrupt bent geraakt. Ja. Dat is echt bizar. Zoals ik zei, ik heb gewoon zitten kort te lopen voor ja, mooi. Een paar rondes. Starten we dan ook met meer cash? Of niet? Nee. Ja, we zijn met meer cash gestart. Dat is een beetje het ding met de settings, van als je een hoger einddoel hebt, dan begin je ook iets hoger, want je ziet ook dat sommige van deze shops ook 420, 450 zijn, terwijl in de vorige board de duurste shop volgens mij 360 was of zo. Ja, yep. Dat viel me wel op, ja, dat sommige shops erg duur waren. Zijn. Oh, ik dacht al, ga je me een early lead geven? Nee, ik word voor de zekerheid zijn. Hoeveel mensen ik dat expres heb zien doen? Ik zal er boven gaan. Ja. FYI. Goedkoper, dus boven. En boven is goedkoper. Nee. Ja, het is niet de prijs die ze daar weergeven. Het is niet 12 keer 5. Nee, mooi. Oh, iedereen heeft nu een shop hier, zowat. Behalve Jordi. Ja, ik loop een beetje half achteraan. Ja, ik weet ook niet wat slimmer is om een shop... Waarom zou je niet op jezelf landen? Ik weet niet. Nee, het zal wel. Soms kan het zijn dat ze naar boven willen gaan, want boven is nog niet zo heel veel. My stocks! Ja, dat is wel lekker al early bank. Ik denk altijd bij Jordi, denk ik altijd, wat is de gedachtegang? Maar die is er niet. Die is er niet. En met deze is het gewoon van, probeer op shops te komen die nog niet zijn opgekocht. Ja. Je hebt geen geluk vandaag, Milan, of wel? Nee.
nee. Dat soort dingen moet je echt late game doen. En je hebt het echt nodig. Ja, zoals ik al zei, wat ik... God, wat zou ik toch doen? De vorige keer heb ik al laten zien wat er gebeurt als je het doet. En dat is dan nog met uitgaande van lage prijzen. Degene waar je net op landde van 1300. Nou ja, als jij nog 13 of 1400 aan ready cash hebt, dan moet je dat sowieso niet doen. Pak. Echt? Oh, kom op. Oh, nee. For fuck's sakes. Helemaal niks. Very sad. Useless turn. Nou, ik ben blij dat ik niet voor de nacht dicht ben gegaan. Hallo? Ik denk al slime, wat ga je doen? Ja. Dank u! Oh, ik hou zo van deze game. Ik vind het zo nice om te spelen. Oh. Ja. Mis je nog dan? Wat is die vraagteken onderin? Vraagteken is gewoon een venture card. Ja, gewoon hetzelfde als als je op inderdaad een ander ding terechtkomt, maar dan zonder dat je wat krijgt. Ja. Ja, wat zou je toch doen? Maar aan de andere kant, je moet wel naar beneden. Wacht, hoe werkt dit ook weer? Ja, je kan er niet meer terug, je bent al gestopt. Dat is een beetje... Ja, nee, maar... Nou, dat... Wat is dit ook alweer? Oh, nee. In investeren in je eigen shops, ja. Nou, die controls. Ja, de controls even wennen. Voor mij kost het even wat tijd, omdat ik laatst even alle boards moest unlocken. Oh, nou, gaan we gelijk zien hoe dit werkt. Ja, je ziet gewoon die ankerpunten, hè? Ja. Dus waar de suits ongeveer zijn, daar draait hij. Dus de volgende keer als je draait, draait hij weer eentje naar rechts. En dan draait hij volgens mij weer terug. Naar de van de een naar de andere. Ja. Ja, maar maak die slime wel wat sneller, vinden jullie niet? Ja. Zo, echt. Die trein ook. Toet. Zo, prima. Shop. Oh, zoek de bank. Ja, maar daar heb je nu geen kloot aan. Als je de volgende al als je het had. Waar is eigenlijk die andere suit? Bovenin? Oh ja, bovenin, omdat ik niet daar langs ben geweest, ja. Ja, het is vervelend dat A en B twee aparte dingen zijn. Ja, dat is logisch. Of niet? Nee, ik kan natuurlijk ook zeggen dat... Dat ze twee bij elkaar stoppen. Hè? Dus dat links onderin één ding is, links bovenin één ding. En niet twee aan de kant. Ja, oké. Touché. Ik vind het echt deprimerende muziek. Ik weet niet echt, hè? Zit. Ja, ik hoor het voor een groot toneel, want bij mij zit ik record op een ander beeld. Dus daar zit de headset in. Dus ik hoor het heel zachtjes. Dus. Ik vind het echt zwaar deprimerend. Mijn god. Zo, prima. Hé, ik ben een keer eerder op de bord dan de rest. Oh, oké. Ja. Non-venture, non-suit score. Oké. Nou, daar ben ik dus. Ja, want je hebt een promotie nu, ja. Ik heb een promotie. Een promotion. En dan heb je deze Mario muziek. Ja. En de deprimerende muziek start weer. Ja. Nu zit het sterfvakje niet op het spel, of wel? Nee. Dat de commissies, nee. Het is een beetje het rare van deze game. Sommige dingen... Want je had kunnen zeggen van... In plaats van de warp dingen had je misschien... een ding kunnen doen. En hoe zeg je dat? Zo'n commissie kunnen doen. Maar ja. Je trouwens ook niet vaak drie man op de bank tegelijkertijd. Nee, klopt. Jezus Christus, wat een muziek. Ja. Nee, echt. Je wordt er daar depressief van. Bijna. Oh ja, en dan is het gewoon... Warp. Dan sta je gewoon apart, dus dan kan je ook niet meer terug. Wat kut. Mooi.
Ik heb echt overal nergens wat. Ja, Monopoly zijn is een stuk moeilijker om te krijgen nu. Huh? Oké, slime, what the fuck. Ja, priep. Alsof je met een echt iemand zit te spelen. Ja, echt hè. Ja, of je kan het doordrukken hoor, slime. Voor mij mag je. Fucking hell, mate. Wauw, Jordi, heb ik een keer meer dan... heb gewoon wel 4 huisjes. Mm-hmm. Ik heb het gevoel dat ik heel erg achterloop. Hoezo? Ik heb nog niet zoveel, geloof ik. Je hebt er 2, ja. Ja, je landmeert dat dit wel op, mensen. Dat is wel kut, ja. Ah, je komt vanzelf wel. Jee. Zo. Dat vind ik dus kut. Wie heeft daar 2 dingen? Of is, dat, of is die... Oh, die bovenin was ook van jou. Ik heb nu 2x2. Yay. Slime zal weer 1 gooien? Ja, dat dacht ik al. Godverdomme. Oké, Monopoly wordt fucked hier. Ja, dat is wel moeilijk. Het wordt gewoon kijken wie de eerste stap durft te gaan maken straks. Ja, dat zie je pas in het endgame. Ik heb het gevoel dat dit in dit bord het ook veel sneller gaat, waarschijnlijk. Omdat je gewoon heel snel op vakjes van anderen komt. Klopt. Daarom is het heel snel... Kijk, het is nu kut dat het bord onderin zit. De waar je de klaver moet halen. Mm-hmm. Adam, bam. Op welke zou je toch pakken? Oh, fuck, je kan niet naar rechtsboven, anders had je rechtsboven gepakt, zeker? Ja. Met die 3. Ja, ik had inderdaad 3, ja. Russo, fix up. Nee. Nog niet. Nee, early game sowieso. Vorig potje was echt laten zien alles. Mm. Nu is het trouwens nog een beetje... Oh. Ja, nu je teleport... Je dit teleport kan fucked voor je worden. Ja, dit nu kan echt heel fucked voor je worden. Nu snap je ook waarom daar een ding is. Iemand kom op een knop, alsjeblieft. Ja, ik zou heel graag willen. Godver. Aspermen, nee, zeker hoef ik dit niet te kopen. Nu nog niet. Tuurlijk. Nee, ons niet. Godver. What the fuck? Oh ja, dit heb ik gezien destijds toen ik de dingen moest unlocken. Als je daar op landt, of hij landt op jou, krijg je een zoet. Dus we hebben nu 5 speler op het bord. Voor een korte periode, ja. Want jij komt er al op. Heb je hem nou gekocht? Wat? Ik heb hem kunnen kopen. Waarom? Nou ja, ik sta er al, hè. Het is zo... Hey, Milan, ik ga naar je toe. Gezellig. Nou, eigenlijk vind ik het wel jammer, want... ik hoopte eigenlijk die 2 lege vakjes daar, die daar zijn te kopen. Ja, jammer. Nee, kan nog steeds. Ja, dat klopt. Dat bedoel ik. Dat is er in ieder geval alvast 1. Oh, als je die ander nog hebt, dan gaan ze boven de 100 komen, denk ik. Mm-hmm. Ja, die gaan 100% boven de 100 komen. Makkelijk. Gooit Jordi nu 3. Ben je net zien. Dat gaat gebeuren, ja. Godver. Betalen! 1100. Tering. Ja. Heerlijk, hij komt er weer op terecht. Alle getappen. Ja, dus je ziet, die kan gewoon bepaalde soetsen voor krijgen. Ja. Hij mag bij mij wel wat sneller op A drukken. Zo. Ah, oh, tuurlijk. Oh, wacht, dat is die. Hij kan niks kopen, dat is het hele ding ervan. Nee, 5. Slime is lekker bezig. Ik weet niet wat jullie vinden, maar... Ja. 2. Nou, meer dan 2. Fuck. Misschien 2. Gezellig. Een arcade. Memory block? Ja, dat kan.
Ik hoop nu niet dat dat rare ding wat vorige keer gebeurt. Nee, gelukkig. Dat allemaal van die kleine dingen. Altijd de grote kiezen. Ja, ja, altijd de grote. Behalve die, wat de vorige keer bij jou gebeurde, dat je allemaal kleine hebt, dat had ik eerlijk gezegd in nog geen enkele Fortfeet ever gezien. Dus. Yay, 10 gold. Yay. Jezus. 10 gold. Je had beter stoks kunnen hebben. Of suits. Was inderdaad ook niet verkeerd geweest. Mooi. Nou, volgens mij heb ik tot nu toe het meeste aan iedereen afgedragen. Iedereen heeft genoeg ready cash. Tuurlijk, ik heb ook nog een suit yourself. Mm-hmm. Ja, dat krijg je als je, erop, als je op zo'n heel slime komt. Ja, ik krijg kapot veel. Valt mee. Ja, valt ook mee. Nu ging het wel snel. 10 stocks. What the actual hell is happening? Geen idee. Echt OW. Nou jongens. Ja, dat dacht ik al. Jij denkt, die slime trapt er toch wel in. Sowieso niet, gaat hij niet doen. Oh my god! Yo, wat is deze? Ja joh, die gaat, gaat hem krijgen hoor. Die gaat hem krijgen. Ja. De Monopoly. En heb ik hier niks aan. Heel lekker boeiend. Ik ben Slime zijn... Zo. Gaat het en even niet? Ook een lek? Ja. Ja, zo, kom, ik host. En soms als je een keer lek spike heeft, dan gebeurt dat. Maar voor de rest, ik vind het nog meevallen hoor. Tess. Welkom op een warp blijven hangen. En dat nu warp for every space you want. Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja. Ja. Hoe dat? Kom op, Milan, je weet wat je moet doen. Ja, ja. Naar de bank toe, hè? Ja. Of ga je, of wil je hem kopen? Nee, ik ga toch hierheen. Ja, dat is echt wel het slimste, want jij gaat ook al 500 krijgen. Oh, tering! Nou, hij heeft ook naar verhouding wat meer shops, hè? Hij was ook wat later dan ons. Dus... Ja, hij heeft sowieso meer shops, ja. Nou, voor Peer gaat er 4. Sowieso niet gek. Wij hebben er allebei 6. Wacht, dit kost me 200... Hoeveel kost dat? Oh, dat... Ja. Je kan bovenin zien hoeveel het je kost. Ja. En hoeveel red ik cash er dan vanaf gaat. Ik wil... Je kan in meerdere districten, toch? Nee, één district tegelijkertijd. Ja, dat is een beetje het oude. Oh. Veen of nee, één per keer. Oké. Dus... Dat het terecht zou zijn, want anders zou het OP als de motherfucker worden. Ja, heel snel. Okay. Got it. Ja. Van, oké, 10 stocks in iedere... Oké, dan kan ik nu verhogen. Waar jij denkt dat je gewoon lekker... ik had een andere gekozen. Ja, op zich dat kan wel. Je moet de stokprijs namelijk omhoog zien te krijgen. Ja, maar is het ding, omdat iedereen daar nu zit, als iemand daar een monopolie begint, dan gaat het opeens flink omhoog. Mm-hmm. Dus als jij of Slime, nou, of als Han die ding kan overkopen en dan gaat investeren, ja, dan worden die stocks opeens heel duur. Dus het is soms een beetje afhankelijk van hoe je het speelt. Best het. Nogal, ja. Ik sta gewoon op 41 suits naast vaak eerste. Oh. Tuurlijk. Please verdwijn nu. Dank je. Mooi. Anders had hij zo... Als je hem gewoon weer heel snel alles weer. Ja, daarom. Nou, mag ik weg? Nee. Suit yourself. Nou, liever dat ik daarop land dan iets anders. Oeh, netjes. Dat is helemaal niet verkeerd. Teken je de lead? Nee, je tekent niet de lead. Nee. 4. Hebben we nog iets over? Ja, als je linksboven... Ja hoor, linksboven. Heb je nog eentje. Lekker, kijk die handel. Ja, en rechtsboven had ook nog gekund. Oh ja. Zo, ja, gelijk een goede ook te pakken. Rechtsonder is volgens mij nog eentje over. Ja, daar. Ja. Oeh. Het is heel mooi in het begin van de game. Het is 4 keer de value, hè? Dat is veel te... Ik heb daar geen geld voor.
Nou ja, heb je wel, maar dan moet je al je stocks gaan verkopen. Ja, dat heb ik. Dat, weet je nog wat de vorige keer gebeurde? Ja, koordans voor 40 beurten. Godverdomme. Nou, op bij mij, hè. Ik moest mijn Monopoly hier naar de klote helpen. Ja, ja. Ja, dat klopt. En doordat jij Forced Buyout hebt gedaan, had ik niet gewonnen. Ja, leuk, hè? Als jij geen Forced Buyout had gedaan, had ik gewonnen. Oh, oh mijn god, en dan pakt hij hem. F. Ik denk dat ik de winnaar al weet voor dit potje. Ja, wat slime. Nou, dan moeten we onszelf echt diep schamen met z'n allen. Ach, wat ik wel sowieso wil doen, is als wij alle Fortune Street boards hebben gedaan op Hams kanaal, op Minas kanaal. Mm-hmm. Dat we alle boards doen op TSG. Alleen dan met, in plaats van Master Mario, Master Dragon Lord. Want die zijn beide Difficulty S. Difficulty S. Ja. Jezus. Ja, maar dan wel ook misschien wel een keer meedoen met dit. Dat lijkt me ook grappig dat we met z'n vieren doen. Kijken hoe mastermind we met z'n vieren zijn. Ja. Slime is de godverdomme bijna weer. Mm-hmm. Tiefenslijer. Maar ik zit wel zo in. Ook voor geld trouwens. Als Nando er is, doe ik liever het andere project eerst. Ja, de. Voor drie personen is het top natuurlijk. Ja. Ook. Het liefst had ik gehad dat het gewoon met z'n drieën zouden dan, dat we het zouden doen dan, weet je? Ja, klopt. Nou, steken je grafvolders maar. Jezus, man. Het is toch, soms gaat iemand bankroet en er zit ideale muziek hiervoor. Ja, nou, echt, als je nog niet depressief bent geworden, dan moet je hier worden. Echt, hè. De serie, man. Fucking hell. Maar we hebben nog niet genoeg stocks. Hoezo? Je altijd stocks kopen. Altijd als je straks de bank koopt, stocks kopen. Als hij nu weer 10 mag gaan. Oh mijn god. Fuck off! Ja, oké, okay, ja, Jordi gaat kan hem op een link krijgen nu. Ja. Zo. Ja, maar ik wil eerst van het ding af en ik heb eerst geld nodig. Ja, je hebt er geen geld ervoor, dus op zich is het. Nou, je komt van het ding af. Nou, dat is ja, wel één. Ik wou dat ik er kon komen, godverdomme. Ik heb nu alleen nog groen nodig. Groen. Lawaai G. Auw. Ja, het is niet anders. Kijk, dat ik daar. Jordi takes the lead. Ja. Waar zou ik heen gaan? Nou, toch, dat ik misschien nog 13 had gedaan. Want ja, het is betalen, maar ja, dan voor de rest zit ik. Zo. Kaching! Dank u! Oh, dat is zo lekker dat je extra cash krijgt omdat je stocks erin hebt. Dat vind ik echt machtig. Ja hoor, je boy is weer in de lead. Ja, dat dacht ik al. Exchange. Sowieso gaat hij dat doen. Wait, what? Oh mijn god, hij gaat... Je bent niet goed! Je hebt een Monopoly! Oh, nee, wacht. Laat maar. Het is nog geen Monopoly. Jij zit op die andere. En qua waarde is hetzelfde. Alleen, ja, het enige verschil is dat je met die... Je gaat nog niet force buyen, hè? Nee. Het geld wat ik heb niet, nee. En dat ik zal nog... kan niet, oh, kan niet eens. Anders gaf hij de pomp. Nee, klopt. En ik zat nog te kijken van, oké, zou ik misschien er geld voor vragen, maar Milan heeft ook niet zoveel geld momenteel. Ik snap jullie niet. Waarom ga je slime nu al proberen uit te buyen? Nee. Oh. Waarom doet hij bij mij zo kut? Ja, omdat je al 3 shops er hebt. Hoe meer shops je er hebt, hoe eerder je het niet doet. Dat heeft hij bij Jordi ook niet. Nou ja, kijk ook, hij heeft al 2 shops er al staan, hè? Ja. Ja. Dus hij weet ook gewoon van als hij hier ja op zegt, dan gaat hij ook waarschijnlijk ja doen op de volgende. Milan, dus de tip die ik geef, kijk of de stokprijs omhoog gaat. Nu gaat hij omhoog. Ja, je kan met 10 shops te kopen, maar. Ze hebben vooral redelijk cash-up je niet. Doe. Nee, ik ben nog niet aan de beurt, dus ik kan even je lamp aan doen. 3.
je kan rechts naar boven gaan, dan is de knop eigenlijk weer anders. Dus je moet er uiteindelijk ook weer doen. Oh ja. Thank God it's back. Eigenlijk gewoon vanaf nu iedere keer die knop ontwijken. wanneer die onderin staat, gewoon ontwijken. Oh, je hebt nog twee faken plots over. Oké. Okay. Fuck! Ja. Ja, ik moet wel. Ja, ik moet wel. Wat? God, hij kan weer naar de bank, dan is hij er al. Zo, 92, tering. Het is aardig prijzen, maar we zullen zien. Hoe duur? Nou, ik wou zeggen. Die vis! Nou, echt, als je het doet, verklaar ik je voor gek. Ja. Nee, dit kan je niet maken. Nee, dit is dan, echt... dan ben je hetzelfde spelletje als vorig bord doen. Dan kan je beter wachten tot je wat levels weer hebt. Ja, precies. Ik snap jouw concept, overal stocks hebben. Kapot slim. Ja. Hey, ik heb wisselgeld, dank je. Ja, inderdaad, met wat jij hebt is inderdaad wisselgeldje. Oh, jullie zijn kennen de lead. Ja, maar dat is het ook. Als ik gewoon normaal speel als er niks aan de hand is, nog een keer interessant. Ja, daarom. Milan, jij het wel, en dan gaat er wel een kantje op moeten, hè? Ja, daarom ga ik, nee, daarom okay. Ga ik deze ja, kant op. Daar is het hartje waar hij naartoe loopt. Ja. Zelfde reden waarom ik toch deze kant op ben gegaan. Nou ja, wat doe je? Ja, ga je dokken of ga je draaien? Maar, godverdomme! Dat is fucked, hè? In principe, maar wat kom je? Oh ja, je mist precies die, ja. Godver. Dan laat één keer op en dan staat hij al helemaal onderin. Ja. Oeh. Nee, net niet. Ja. Nee. Het woord begint al irritant te worden qua geld. Nu al. Hey Milan, jij hier. Hoeveel als je één gooit. Oh mijn god! Veel plezier op het eiland. Good. Oh, dat wordt betalen aan mij. Kaboom! Ja, dat wordt een oh prijzige... Oh my god. Wat een prijzige vakantie. Oef! Godver. Ja, zoveel stocks moet hij niet te verkopen. Nou, 9 stocks vind ik wel aardig wat hoor. Zo heel slecht is het niet om op dat eiland 3 van die dingen te hebben. Nee. Dat zou als je er een monopoly hebt. Mm-hmm. Dan heb je cashflow door je heen van. Hij heeft eentje een lijn van 4. Oké. Wat betekent dat? 5. Een half price offer. Dus als ik dit doe... Betaal je maar 18. Betaal... Nou, ja, betaal ik maar 18, ja. Dus. Oh, 19 waarschijnlijk. 19, maar ja. Oh, je bent altijd de meerderheid. Alleen, het gaat niet over de buy-out prijs. Dat is het enige jammer. Nee, ja, precies. Dat, ja, dat zou wel bizar zijn. Ja, dan vind ik alsnog 2,5 keer de waarde vind ik alsnog meevallen, hoor. Ja. Ik vind het nog steeds een heel eerlijk iets, maar ja. Pompen, 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 pompen. Heb je daar stocks in zitten, of niet? Ja, hij heeft stocks zitten. Dus hij kan het sowieso... Dat... Jawel, als je 999, dan kan je het dus veroorloven om het te doen. Oké. Je stocks gaat gewoon flink omhoog. Dat is een beetje ding ervan. Als je stocks daarin hebt, dan... Ja, maar ik heb hier geen stocks. Dan zou ik het beperkt houden. Dan zou ik het... Ja, 90 is prima. Want voor mij heeft slime hier stocks in. Ja, 20. Ja, nou ja, dan valt dat nog mee. Ja. Zal ik al nu alweer 2 gooien? Nee. God,
Krachtig. Ik voel op bankrupt aankomen. Dat is op zich het mooiste aan dit spel. Het is altijd meer bankrupt dan dat iemand wint. Van eerste naar derde. Ja. Van eerste naar vierde. Hij gaat waarschijnlijk die laatste pakken. Dat is alles al gewoon verkocht, hè? Ja. Waarom zou je zoveel ready cash hebben? Nee, rechtsboven zit nog een plek. Ja, rechtsboven er nog eentje, maar dat is het. Mm-hmm. Waarom heeft hij zoveel ready cash? Omdat hij een vergif. Waarom mag ik dat niet eat? Ja, ready cash. Dank u! Hè? Zo. Nou, ik kan ook weer een promotie pakken. Oeh, Venture. Dat was toch wel op de board? Ja. Hallo? Oh. Capture Venture, you can pay for the change. Dus het is 100 gold nu betalen en dan kan je hetzelfde als je normaal niet op jezelf belandt. Kom, dan vind je geld. Ik snap er niks van. Normaal niet als je op jezelf belandt. Alsof je eigenlijk op je eigen ding landt, dat je dan kan op je ding omhoog kan gooien. Als je dat nu wil doen, kost je 100 gold. Oh, zo. Oh, dat ga ik niet doen. Ja, dus stel nou, het gaat nu 6 beurten duren voordat je op jezelf belandt. Oké, dat was misschien handig geweest, maar... Amen! God, net als ik er weer weg ben. Oké, dus... kan ik nog even op zo'n knop gaan staan? Oh ja, daar. Slime, gooi eens even hoog. Dat is niet de bedoeling. Wil ik ook die lul langs hier. Ja joh, maak dat een heel horror-eiland! Nee, een horror-eiland is als alle onderdelen hebben, want dat is een van de weinige 5 straten in de game. Mooi, daar heb je goed geld, jongen, dan heb je cash. Ja. Precies, de bank ook. Ja, ach. Ja, jij krijgt ook een goed aantal geld nu, denk ik. Ik denk net geen... Ja. Oeh, dat is mooi. Tering, net geen rug, gek. Nee. Ja, daarmee volg ik niks. Echt, Jordi, je speelt net als Proton John, weet je dat? Ja, ach. Ik snap niet wat jij aan doet, maar hoe jij dit speelt, hoor, Jordi, maar prima. Wat een kutbord is dit, zeg. Hou op, joh. Mafklappij. Ja, maar ik moet om een keer bij dat klavertje te komen. Ik loop echt super erg achter. Hallo, hoeveel geld heb ik al naar je toe gedrild? Ja, dat is waar. Wat zo meteen nog meer wordt. Godverdomme. Het is ook net degene die heeft geüpdate, hè? Echt, als jullie alle drie nu op een knop komen, ga ik gillen. Ga ik echt gillen. Nou, slime, 4. Nee, helaas. Nou, je slime, de helft kan je... Maar de helft, tot eerst de kwart kan je leven hierin. De tyfus. Ik vind het wel lekker dat ik overal en nergens een beetje winkels heb, weet je? Ja. Ik doe geen eens een plot, laat slime maar het uitvogelen. Ja, dat dacht ik al. Nou, weer 652. Ja, natuurlijk ga je dat doen nu. Je hebt toch het geld ervoor. Kut! Dit wordt fucktrek uit een Monopoly. En een goeie ook. Deze wordt eng. Deze wordt eng! Oh, god, daar gaan we. Oh, 130, fuck. 260, oh, fuck. 300, oh, 500. Oh nee, blijft nee. Hetzelfde. Ja, ik heb die net gekocht, hè, dus... Ja, daarom. Ah, jammer, ik kan hem niet laten draaien. Ik kan wel dit doen. Godsamme. Godverdomme, Jordi is echt op rampkoers. Nee, ik ga met jullie met rampkoers. Daar zit het verschil in. Ja, zelfs Torx is helemaal goed. 8 stoks, zeg, please. Geen. Ah. Oké, we're in a difficult position already. Ja, ik zal daar gewoon stoks in kopen. Ja, het ding is, de prijs gaat niet omhoog. Dus wat Milan het beste zou kunnen doen, is of gaan verdelen of vol ingaan op het eiland. Dus dan moet ik maar proberen slime. Ja. Verkopen. Dus als je nog op andere plekken een shop hebt staan, deze verkopen of aan mij of aan Harm. De enige waar je kans hebt dat hij verhoogd gaat is District E, waar je al stocks in hebt. Omdat hij op 8 staat, dus dat is de grootste kans als je daar in duidt dat hij omhoog gaat. Ja.
Maar je bent de enige die daar geld in hebt stoppen en iedereen... Ik ben de enige die daar twee winkels heb. Ja. Aan de andere kant, daar moeten mensen vaak wel naartoe. Ja. Als ze niet op de knop staan tenminste. Touché. Ja, ja, je kan het doen voor de klaver, maar laat ik heel eerlijk zijn. Als jij weet, oké, ik kan nu naar de klaver en ik ben eruit, dan ga je ook voor de volgende 6 beurten niet naar de klaver toe. Ja, dat is waar. Want vaak reken ik zo, je bent altijd 2 beurten kwijt aan andere onzin en dan de 4 beurten kwijt om alle zoets op te halen. Mm-hmm. Hier, 22 stoks. Oeh, dan gaat je stok wel omhoog. Ja, dus meteen de waarde van degene die jou had. Ja. Daarom. Ja, er is geen goed antwoord. Ik zat niet... Nee, stop. Dat ging automatisch. Ja, kan ik begrijpen. Ja, dat doe je wel vaker. Dus, ja, wat je kan doen... Ja, het is even kijken. En dit is nog steeds een van de meest onlogische dingen. De stokprijs gaat omhoog, maar je verkoopt stoks. Ja, omdat de stokprijs nog steeds 9 is. In plaats van 8. Dat is soms zo super logisch. I'm gone! Jammer, ik had je graag... Fucking hell. Ik had je graag nog een ronde laten lopen. Oeh! Wow. Are you fucking kidding me? Oh, die is leuk. Die is leuk. Oh, ook prima. Ja, het is 100 gold, dus... Ja, daarom. Okay, nog steeds laatste, let's go! Zo, tering, lekker. En nog je stok erbij. Lekker. Mm-hmm. Moeten we wel even iets gaan doen aan die slime? Wat? Is het slim voor mij om... Oh mijn god, Godverdomme. Is het slim voor jou om... Ik had geen andere keuze als de enige kant die kon pompen. Is het voor mij een keuze om... Is het voor mij slim om te kijken of ik een shop kan ruilen voor meer shops in dat waar ik er al 3 heb? Qua waarde, ik weet niet of het waar gaat lukken. Waar zou je dat willen doen? En met wie? Wil je dat met slime doen? Je hebt maar 1 shop slime, waar je ook een shop hebt. Ja, nee, 2. Ja, 2. Ja, dan kan je link, kijken of, je die twee kan wil, of hij die twee wil ruilen voor die 2 boven. Dat zou je kunnen doen. Ja. En dan misschien moet je er wat gold bij doen. Maar als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je een insta-win bijna. 2 shops. Ja, dat dan is moet die... je dus een shop onder je doen. Je moet eerst je eigen, mijn eigen shops. Eerst je eigen shops, ja. Die en dan die andere onder. Ja, gaat hij sowieso... Ja, 2 shops. Ja, hij gaat op gold requesten wel, hè. Dat weet je. Zeker die zou je nog kunnen krijgen, maar... Die wordt een probleem, denk ik. Gewoon negotiate terms. Dan kan je altijd kijken wat hij geld die vraagt. Meteen gecanceld. Wauw, wat een bitch. Ja, natuurlijk doe ik niet. Het is een monopoly. En daarnaast, kijk eens even hoeveel hij de cash er heeft. Enige voordeel is, hij heeft niet zo heel veel shops naar verhouding.